Levchenko. Voor de regel toegepast. Frenkel. De bal komt voor. Mustafa. Amoa. Peters daar nog. Amoa niet aan de bal. Zo komen er toch steeds meer mogelijkheden voor Vitesse. Zeeman. Op Stefanovic. Peters. Maftai. Meer druk nu van het Vitesse middenveld op de verdedigers en middenvelders van Rapid. Om daardoor de opbouw te storen. Maar hier komt de thuisploeg er aardig uit. De zaak rechtgezet door Frenkel. Suava. Maftai. Stefanovic. De vlag is omhoog gegaan voor buitenspel en daar wordt nu uiteindelijk ook voor gefloten. Cornelissen. Amoa. Er dus weer bij. Tijdlang uit de roulatie geweest vanwege een gekneusde teen. Hij werd opgelapt voor die eerste wedstrijd tegen Rapid. Kreeg daarna weer een enorme terugslag te verwerken. En is uiteindelijk toch weer klaargestoomd voor dit duel. Rad met de paas. Madrasanu. Goed verdedigend werk van Frenkel. Amoa. Oplettend. Scherp. Dwingt Peria tot het weggeven van de ingooi. Cornelissen. Klaasens. Klaasens goed. Maar de voorzet niet op de plaats van bestemming. Misschien nu, als Cornelissen vrij wordt gespeeld. Goeie bal. Peters. Wat een kans. Een enorme kans voor Bob Peters na die uitstekende voorzet van Tim Cornelissen. Goed aangesneden. Goede hoogte, goede snelheid. Peters hangt in de lucht, maar kopt dan teleurstellend over. Uitstekend werk van Rankovic. Amoa. En Peria. Die de bal een ros naar voren geeft. En dan tot zijn verbazing ziet dat hij nog een ploeggenoot bereikt ook. Badoy. Suava. Mooie opening. Op Madrasanu. Taxi binnendoor en de voorzet. Foutje Frenkel. Maar op deze manier komt Vitesse eruit.
Behoorlijk wat mensen dus aanwezig in dit fijne stadion. Rapid is niet de grootste club van Boekarest. Dat is natuurlijk Steaua, tevens de meest succesvolle. De voormalige club van het leger. En ook Dynamo Boekarest. Een andere grote jongen uit het Parijs van het Oosten. Maar Rapid is een volksclub. Er wordt hartstochtelijk gesteund. Rednic wilde hier actie van de scheidsrechter, maar die bleef terecht uit. Aan de andere kant, Mustafa maakt zich breed. Hij begon wat aarzelend aan dit duel, maar heeft zich goed hersteld. Cornelissen met zo'n verre ingooi. Dat kan niet goed. Klaassen slaagt er niet in de bal te verlengen. En Nita gaat makkelijk liggen. Niets aan de hand daar. Doet alsof hij wordt geraakt door Levchenko. En voor de zekerheid neemt de scheidsrechter toch maar even polshoogte. Scheidsrechtersbal. Omdat Pasquale wilde zien of er nou wel of niet iets aan de hand was met Nita. Frankovic. Terug op Zeeman. Dit is de meest logische gang van zaken. Dat Vitesse het balbezit weer neemt. En daar Amoa! Ja, op deze manier. Dan wordt het toch wel lastig om de 1 op het scorebord te krijgen. Want veel beter ga je ze niet krijgen vanavond. Zojuist Peters en nu Amoa. Hij creëert de kans zelf, maar dan schiet hij te wild in. Klaasens. Levchenko. Interceptie van Jentsi. Maar steeds eerder slaagt Vitesse erin om de bal te heroveren. En dat is goed en belangrijk voor het zelfvertrouwen. Slordigheidje Bob Peters. Suava. Zeeman komt aan de korte kant en Stefanovic komt daar met de schrik vrij. Levchenko. Mustafa. Peters. Ja, nu zit hij wel. Bob Peters. Wat heerlijk ingeschoten, zeg. Door die lange Belgische spits. Vitesse heeft... zo toch de goal te pakken. En het is een mooie. Rankovic laat de bal lopen. Verstandig. En Peters met gevoel. Met heel veel gevoel. In de uiterste hoek. Nog een beetje van richting veranderd misschien. Maar dat maakt niet uit. Vitesse leidt. Het is een logisch gevolg van het spel van de Arnhemse formatie in de tweede helft. Alerter, geconcentreerder, maar vooral feller. Feller dan de thuisploeg. Dat is ook te zien aan de lichaamstaal van coach Mircea Rednic. Zeer ontevreden. Rat. Zeeman. Mustafa. De vreugde bij het plukje meegereisde Vitesse supporters. Zo'n 100 mensen uit Arnhem en omstreken hier aanwezig
in Boekarest. Brankovic. Peters. Klaasens weggestuurd. Gert Klaasens. Het was niet eenvoudig. Het had makkelijker gekund. Stefanovic. Frenkel. Amoa. Evchenko levert de bal in bij Ras van Rat. De vrije trap voor Rapid. Nieuwe wissel. Jon Voitjoen gaat in de ploeg komen. Voor Robert Ilies. Die weinig heeft kunnen klaarmaken aan de rechterkant. Voitjoen is een verdediger. Neemt de positie rechts in de zone over van Maldrasanu. Die nu geconfronteerd zal worden met Pearl Frenkel. Amoa. Misverstand met Peters. Cornelissen. Suava, Aftai. Nu zal Rapid moeten komen. Maar kan het dat ook? Gehandicapt door de afwezigheid van Schumacher, Godfoy en Sabau. Dat ijzersterke middenveld van twee weken geleden in de Gelderdoom. Publiek. Wil een vrije trap. Pasquale wil daar terecht niets van weten. Frenkel. Aftai. Stefanovic. Met dat duel van Bratu. En stelt zich hier goed op. Klaasens. Ingooi. Evchenko, te hard voor Klaasens. Mustafa en Brankovic gebaarden naar Evchenko dat de ruimte aan de rechterkant was. Rednic wordt steeds ongeduriger. Zitten, staan, zitten, aanwijzingen geven, berusten. Zeer betrokken deze coach bij het spel van zijn ploeg. Het spel wordt er niet beter op. Dat is het verdienste van zijn team. Jevrić.
Beria. Suava. Pratu. Beria. Een goede paas. Op Wojcu. Madarassanu. Madarassanu, goede actie, maar links niet zijn sterkste been. Maar wel een opleving van Rapid Boekarest. Dat is misschien iets waar deze ploeg zich aan kan optrekken. Goed werk van Klaasens. Die de bal opnieuw afpakte, zoals hij al heel vaak heeft gedaan deze wedstrijd. Mustafa. Amoa. Overname Rapid met Rad. Nita. Rad.